Leuk dat jullie er weer zijn. Hoi, ik heb vandaag hele mooie randponsen. En Petra gaat mij even uitleggen hoe dat we die moeten gaan gebruiken. Ja, dit is zo leuk. We doen dit met 120 grams papier, want anders wordt het papier te dik. Wanneer u dit soort papier koopt, dan ziet u de kleurtjes hier al opstaan. Dus heel makkelijk van als je weet wat je koopt. Je zet het papier in de randpons. In het midden is het mooiste, want dan komt het ook aan de hoeken mooi hetzelfde uit. En je drukt door. Maar nou wil ik een rand maken. Heel eenvoudig. U schuift alleen het randje door. Kijk, en dan staan hier dingetjes opgetekend. Okay. Dan maak je dat dit precies op dat zilverachtig stukje ligt, zeg maar. Handig. En dan ga je door. Maar ik laat het jou doen. Oké, ik ben benieuwd. Schuif op en ga jij maar eens. Ik leg hem er tegenaan. Ja. Precies op het zilver. Altijd maken dat die rand achter tegen de rand al zit. Dus dan zit die ook altijd gelijk. Oké. Hop. Nou, dat valt wel. Nou, leuk toch? Prachtig. En zo kun je dus twee kanten op gaan, hè? Oké, nou deze kant een keer proberen. Ja. We zoeken. Kijk, daar is hij. Juist. Hij ligt rechts. Nou, zo kun je dus je rand zo lang mogelijk, of zo lang maken als je zelf wilt. Want je kan dus in feite helemaal rond. Ja, tuurlijk. Zelfs, nou, het is zo leuk, net voor scrapboeken ook. Dan heb je echt van die hele grote ruimtes nodig. Nou, ga je gang. Erg leuk. Laat maar eens zien wat wij ervan gemaakt hebben. Even kijken, ik heb hier een heel leuk kaartje. Ja, kijk, hier loopt het randje mooi er langs heen. Ja. En dan is er zelfs door het randje heen, is met touw gewerkt of met koord. Nou, die zijn zo leuke kleurtjes. Ja, alles past erbij. En dat is dus het fijne ervan. Alles combineert ook bij elkaar. Het papier, wat je ook daarvan koopt. Kijk, deze zijn ook superleuk. Ja, dit is dus hieronder gebruikt. Kleinere zijn dus daar weer onder gebruikt. Dus je kunt ze gewoon als bloem gebruiken, maar ook op deze manier. Weer heel anders. En wat ik zo handig vind, is je ziet het in de verpakking liggen, maar je weet niet dat je er zoiets van kan maken. Dat is helemaal ook zo. Geweldig. Ja. Even kijken. We hebben deze. Oh, hier zegt er nog één onder. We hebben er genoeg. Kijk, hartstikke leuke stempeltjes. Ja. En die kunt u dus ook, als u bijvoorbeeld hier dit huisje ziet. Ik zal het misschien een beetje zo houden. Dan schittert het niet zo. Dit huisje, dit kun je dus ook aan elkaar maken. Maar dat komt weer in een andere aflevering. Dit is gewoon een randpons. Ja, deze. Ja. Hartstikke leuk. Want hier zit wel een schelpje in. Maar dat schelpje zit gewoon los. Kunt u eruit halen. U kunt er een tekst in zetten. Dus u kunt er mee doen wat u wilt. Lekker variëren. Ja. Ik heb er nog eentje, die is ook hartstikke leuk. Die hebben we hier niet bij gebruikt. Maar daar kun je weer de tekst van pakken. Ja. Als je dus die kun je gewoon met elkaar allemaal combineren. Ja, je kunt ze allemaal mengen, tuurlijk. Hartstikke leuk. Ja. Kijk. Hier. Nou, hier ook weer de randpons. Ja, die kun je in feite nooit missen. Die zijn zo leuk om mee te werken. En allemaal die schattige papiertjes. Ja, hè? Ja, want je hebt zoveel keus. Moet je kijken. Onvoorstelbaar. En nou laat het alleen nog maar zien met de felle kleuren. Nou, als je dit met die zachte kleuren maakt, hartstikke leuk. Kijk, deze zijn ook niet gebruikt in de kaarten, maar die zijn ook echt geweldig. Het past allemaal mooi bij elkaar. Ja, en daar is dus het leuke ervan. Je kunt niks verkeerd doen. Je kunt gewoon alles combineren en alles past ook echt bij elkaar. Dat is superleuk. Ik heb hier nog een hele leuke kaart. Ja, die is ook leuk als je hem neerzet. En dan wil ik graag weten. Ja, ik voel de vraag hoe dat ik dit maak, want het ziet er zo ingewikkeld uit. Dus is het helemaal niet, hoor. Even kijken, ik zag dat je dit al klaar had liggen. Ja. Je geeft het midden aan van de kaart. De kaart is 10 bij 30 centimeter. Ja, zeg jij maar even de maten, want dat is makkelijker. Ja. Ja. 10 bij 30, zei Eline. En dan maak je dus een vouw. Een vouw aan elke kant van 5 centimeter. Ik heb het hier opgeschreven, dus dan maak je dus mooi even aftekenen. En dan kun je dus omvouwen. Ja. Ja. Kijk, je hebt ook al het midden aangegeven. Ja. Nou ga je dus vouwen van het midden af naar dat puntje. Nou heb ik het hier al voor gevouwen. Dan is het tenminste netjes, want anders zit ik er zo dwars dan hier neerleggen. Kijk, u vouwt dus van dat streepje naar dat streepje. Goed de vouw aangeven. En dat doe je dus ook weer terug. En dat doe je aan beide kanten. Dus zo. Diagonaal. En zo. Ja. Ja. Nou, in feite is je kaart dan bijna klaar. Want je hebt deze vouw al aangegeven. Dan hoef je dus alleen nog maar die vouw. Dus als ik dit vouw, vouw je
Eerst dubbel vouwen, wat dus al gevouwen was. Ja. En dan vouw je dus... Nog een keer naar het midden. Naar het midden toe. Oké. Okay. En dat doe je aan twee kanten. En nou zie je al, deze kant, die vouwt eigenlijk uit zichzelf al. Dus dit gaat naar binnen. En dit komt zo. En nu is je kaart is klaar. Nou, en dan kun je hem versieren. Ja, geweldig. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Heel veel plezier ermee.